Hallo jongens en meisjes, wat fijn dat jullie weer verbonden zijn met de kindernevendienst van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Mussel. Ook al kunnen we elkaar niet zien, toch weten we dat er veel kinderen luisteren. Vandaag gaat het Bijbelverhaal over Bartimeus. Hij kon niet zien en toch wist hij dat Jezus dichtbij was. Zo, nu gaan we eerst even samen iets uitproberen. Bartimeus was blind. Doen jullie ook eens je ogen dicht en je handen voor je ogen. Zie je nu iets? Ik denk van niet. Hoor je iets? Als het goed is wel. Stel, je hebt nu hulp nodig. Kun je dan iemand roepen, je vader of moeder, en zullen ze dan komen? Probeer het maar eens. Is het gelukt? Zijn ze gekomen? En wat zeiden de anderen? Zeiden die misschien ook niet zo hard roepen? Oké, doe je ogen maar weer open. En luister maar naar het verhaal van Bartimeus. Hij riep Jezus om hulp. En, wat denk je, hoorde Jezus hem? Op een dag komt Jezus in de buurt van de stad Jericho. Aan de kant van de weg, vlak bij de stad Jericho, zit een bedelaar. Hij heet Bartimeus en hij is blind. Omdat hij niets ziet, kan hij ook niet werken. Hij kan dus ook geen geld verdienen en daarom moet hij bedelen. Hij vraagt de mensen die bij hem langskomen of ze hem wel geld willen geven. Van dat geld koopt hij dan eten en kleren. Elke dag zit hij daar op zijn plekje aan de kant van de weg. Bartimeus kan niet zien, maar hij kan wel alles goed horen. En de laatste tijd hoort hij dat de mensen steeds praten over Jezus. Sommigen zeggen dat Jezus een profeet is, en anderen zeggen dat hij familie van koning David is. De mensen weten het niet zeker. Ze weten wel dat Jezus wonderen doet. Hij heeft ook veel zieke mensen beter gemaakt. Bartimeus denkt, stel je voor dat Jezus op een dag langs deze weg komt. Nou, dan vraag ik hem of hij mijn ogen beter wil maken. Bartimeus hoort dat er vandaag wel heel veel mensen langskomen. Wat is er toch aan de hand? Vraagt hij. En iemand antwoordt hem. De Heer Jezus komt eraan. Het is een drukte op de weg en iedereen wil hem zien. De mensen hebben nu geen tijd om Bartimeus geld te geven. Is Jezus er al bijna? Vraagt Bartimeus. Breng me alsjeblieft bij hem. Maar de mensen geven hem niet eens antwoord. Ze rennen langs hem heen en laten hem gewoon aan de kant van de weg zitten. Bartimeus denkt, hoe kom ik nu bij Jezus? Straks is hij voorbij en dan ben ik te laat. Als niemand me wil helpen, zal ik mezelf wel helpen. Bartimeus begint hard te roepen, Jezus, zoon van David, heb medelijden met mij. Jezus, heb medelijden met mij. Stil toch! Hou je toch stil, man? Hou toch op met het geschreeuw, zeggen de mensen boos. Jezus heeft huis geen tijd voor jou. Maar Bartimeus trekt zich er niets van aan. Hij roept nog harder. Jezus, zoon van David, heb medelijden met mij! Jezus! Hoort Jezus het geroep van Bartimeus? Jazeker. Hij blijft staan en zegt, breng Bartimeus bij mij. Opeens doen de mensen heel aardig tegen Bartimeus. Ze zeggen, kom man, opstaan. Jezus roept je. Bartimeus loopt naar Jezus toe. Wat is er, Bartimeus?
vraagt Jezus vriendelijk. Wat moet ik voor je doen? Bartimeus zegt eerbiedig. Heere, wilt u mijn ogen beter maken, zodat ik weer kan zien? Jij hebt geloofd dat ik het kan, hè? Vraagt Jezus. Ja, antwoordt Bartimeus. En Jezus zegt, omdat jij gelooft dat ik blinde ogen beter kan maken, doe ik het ook. Ik wil dat je kunt zien. En wat gebeurt er? Bartimeus kan opeens zien. Hij ziet de Heer Jezus staan. Hij ziet alle mensen. Hij ziet de blauwe lucht en de bomen. Wat is Bartimeus dankbaar en blij. Dank u wel, Heere. Dank u, roept hij uit. Bartimeus hoeft nu niet meer terug naar zijn plekje aan de kant van de weg. Hij hoeft niet meer te bedelen. Hij kan nu werken en geld verdienen. Maar eerst wil hij bij Jezus blijven. Het is zo heerlijk om samen met hem door de straten van Jericho te lopen. Jezus heeft zoveel te vertellen. En Bartimeus is niet de enige die met Jezus meeloopt. De hele straat is vol mensen. En jij? Wil je ook Jezus volgen? Ook al zie je Jezus niet, toch is Hij er. En dat mag je zeker weten. Roep maar tot Hem. Hij hoort je altijd. Zullen wij ook Hem aanroepen, tot Hem bidden? Vouw je handen maar en sluit je ogen. Lieve God, dank U voor dit mooie Bijbelverhaal. Dank U dat U ons altijd hoort, als wij tot U roepen, ook al zien wij U niet. Geef ons toch geloof en vertrouwen, net als Bartimeus, dat U alles kunt en ons wilt helpen als wij U daarom vragen. Amen. Je kunt nu ook nog een werkje maken over Bartimeus. Je mag zelf kiezen welk werkje je wilt maken. Beide werkjes maken mag natuurlijk ook. Hier in beeld zie je werkje 1. Maak zelf het gezicht van Bartimeus met mooie ogen en een blijde lach. Je mag tekenen, maar ook plakken of knippen, wat je zelf maar leuk vindt om te doen. Schrijf in het vak bovenaan Bartimeus zijn naam. Dit is werkje 2. Knip de plaatjes uit en puzzel ze weer goed aan elkaar. Plak alles op en lees het verhaal, zodat je kunt zien of het goed gegaan is. Als je het leuk vindt, kun je ook nog de plaatjes mooi kleuren. Veel succes met de werkjes. En je mag er weer een foto van opsturen. Ik vind het namelijk superleuk om jullie mooie werkjes te bekijken. Iedereen die iets opstuurt, krijgt met de post een leuke attentie thuisgestuurd. Leuk dat je hebt geluisterd en tot de volgende keer.